Wat zijn hiervan de praktische gevolgen? Om dit te begrijpen keren we terug naar onze nieren en nemen we voor eerst een kijkje in de arterie. Ditmaal echter lijkt de bloedstroom gehinderd te zijn door een vernauwing. Inderdaad, in dit geval kunnen de zieke nieren het bloed niet langer op een voldoende wijze filteren. Afvalstoffen en water stapelen zich op in ons lichaam. Bovendien produceren onze nieren, in geval van nierinsufficiëntie, een overmaat aan renine. Gevolg? De bloeddruk stijgt bijna systematisch in geval van chronische nierinsufficiëntie en dit vereist wel bepaalde maatregelen. De arteriële hypertensie die gepaard gaat met nierziekten is nefast op twee niveaus. Het eerste niveau is ongetwijfeld dat van de nier zelf. Het is zo dat de arteriële hypertensie een negatieve impact heeft op de nierinsufficiëntie op zich. Per kerende zal ook die nierinsufficiëntie nefast zijn op de arteriële hypertensie. En zo komen we terecht in een bizarre, vicieuze cirkel waarbij er een duidelijke negatieve impact is op de progressie van de nierinsufficiëntie van de kant van de hypertensie uit. Een belangrijke opdracht in de behandeling van chronische nierinsufficiëntie zal dan ook zijn deze arteriële hypertensie op een adequate en correcte manier te gaan behandelen. Een tweede element is ongetwijfeld, en men dient zich daar terdege bewust van te zijn, dat het cardiovasculaire risico bij de nierinsufficiënte patiënt veel hoger ligt, veel groter is dan dat bij een patiënt zonder nierinsufficiëntie. Dat betekent ook dat het cardiovasculaire risico gelinkt zijn aan de hypertensie, dat het belangrijk zal zijn om de hypertensie op een adequate manier te gaan behandelen. Dit zal niet alleen een gunstig effect hebben op de progressie van de nierinsufficiëntie, maar zeker ook een gunstig effect op het cardiovasculaire risicoprofiel van de patiënt in kwestie. In geval van nierinsufficiëntie zien we ook dat de secretie van erythropoëtine, het hormoon dat de vorming van de rode bloedcellen stimuleert, gevoelig afneemt. Het gevolg is anemie, die aanleiding geeft tot uitgesproken vermoeidheid bij de betrokken personen. Er is ook een verminderde productie van vitamine D, dat een essentiële rol speelt. Het bevordert met name de absorptie van calcium, dat absoluut noodzakelijk is voor ons beendergestel. Personen met nierinsufficiëntie hebben dus over het algemeen broze beenderen. Afvalstoffen zoals urium, die zich ophopen in het bloed, kunnen op termijn aanleiding geven tot een aantasting van de zenuwen, wat zich uit in een branderig gevoel en het optreden van tintelingen in voeten en benen. Ten slotte leidt nierinsufficiëntie, zowel bij de man als bij de vrouw, vaak tot een verlies van libido.